Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer van een zoveelste bike racing game, zoals we er al zoveel hebben gehad de laatste tijd. En dat is MXGP Pro, uitgebracht door, hoe kan het ook anders, het Italiaanse Milestone. Dat is de studio van Italië, de vooraanstaande gameontwikkelingsstudio die ze daar hebben, die zich volledig gooit op het ontwikkelen van racing games, zo blijkt. Ik denk dat die CEO die moet, of die creative director, die moet 's morgens opstaan en denkt: goh, ik denk dat ik nog een race game eens ga maken, jongens. Want als jullie nu gaan afvragen: Joachim, weer een bike racing game? Dan moet ik jullie zeggen, dat is exact hetzelfde idee dat ik had toen ik de disc uit de postbus een tijdje geleden nam en dacht van: hier gaan we weer, want het is, ja, opnieuw een bike racing game. Het is de motocross game van dit jaar. Nu, naast de Monster Energy Supercross game die we eerder dit jaar al hadden gezien, is dit een motocross Grand Prix. Dus ja, vandaar ook de afkorting uiteraard. Sprak misschien al een beetje voor zich. Voordat we even een race tonen, want dit zal sowieso een kortere video zijn, heb ik toch nog eens even kort zo een beetje een overzichtje gegeven van al die opties van de motorfiets. Want je kan dus wel degelijk weer een heleboel dingen modden en de motorfiets beter maken. Je kan hier ook aanpassingen maken bij de race opties, waarbij je dan bonussen krijgt bij je revenue, als je natuurlijk een race succesvol weet af te sluiten. En ik heb zo heel stiekem die moeilijkheidsgraad op very easy gezet om er een rustig race van te maken in deze video. Het gaat sowieso toch geen lange video zijn. Maar het is dus inderdaad de zoveelste. En dan begin je toch wel af te vragen of dat er geen sleet op de formule begint te zitten. En dat is in dit geval toch echt wel van toepassing. Want het zijn elk jaar dezelfde games. Er wordt weinig tot niets aangepast. Het zijn een beetje de FIFA's van het motocross racing systeem. Dat ga je meteen ook wel degelijk zien. Dit race dat we gaan tonen in deze video is in Qatar, zoals je kan zien. Maar het heeft dus uiteraard wel degelijk te maken met motocross. Heeft dus te maken met modder. Heeft dus ook alweer te maken met je racestijl een beetje aan te passen. Want je gaat ook normaal gezien iets meer slippen in het natte modder. Hot steak. En dan kan ik meteen er ook wel aan toevoegen dat de visuals in deze game wel er zeer degelijk uitzien. Naar behoren. En dat zou ook wel moeten, want het is met de Unreal 4 engine... tot stand gebracht allemaal. Dat ga je meteen ook zien nadat hier de laadbalk is volgelopen. Want de laadtijden die kunnen soms een beetje uitlopen. Wat eigenlijk anno 2018 niet meer zou mogen, aangezien dat de PS4 nu al sinds 2013 uit is. Dus intussen zou iedereen die toch onder de knie moeten hebben. Maar goed, je moet dus met de laadtijden wel leren kampen. Voor de rest is hetzelfde systeem hier ook, zoals met veel van hun andere motorracing games. Je wacht op het juiste moment en dan probeer je, met de nadruk op proberen, van op tijd te vertrekken. Op het juiste moment, net als de poortjes neergaan. En als je te vroeg gaat, dan knal je tegen dat poortje. En als je te laat bent, ja, dan is al de rest ook weg. Dus het is echt wel kwestie van op tijd en als eerste uit de startblokken te schieten. En dat kan al bijvoorbeeld een bonus soms opleveren. Hier zie je dus meteen nu al wel de visuals zeker naar behoren. En het spel komt dan ook vooral wel tot zijn recht als je de moeilijkheidsgraad toch iets hoger legt. Dat je midden in dat peloton zit en moeite moet doen om tot vooraan te geraken. Maar de meeste van ons die zetten het gewoon meestal op very easy en proberen dan zo alles uit te spelen om zo snel mogelijk de Platinum Trophy te pakken te krijgen, want daarvoor doen de meesten het natuurlijk. Daarnaast heb je een kleine free roaming area, een gebiedje waar je zo'n beetje kan oefenen buiten de competities. Dus je kan daar wel een beetje oefenen. Dat is in een soort van bos, zo'n bosje met een asfaltweg. Dus je kan daar wel wat oefenen. Je hebt daarnaast natuurlijk ook een redelijk beperkte online mode. Je hebt een paar singleplayer modes, zoals de Exhibition Races en Time Attack. En dan een carrière modus waar we nu mee bezig zijn. En een training modus. Maar wat bijvoorbeeld sowieso al zal opvallen, en dat was bij mij toch het geval, is dat die track editor in Monster Energy Supercross van eerder dit jaar gewoon er niet meer in zit. Die is volledig verdwenen. Geen idee waarom.
die had er moeten, naar mijn mening, ingezeten hebben om zo iets meer diversiteit ook te brengen en iets meer creativiteit ook te steken in deze MXGP Pro, want ja, bij gebrek aan dat natuurlijk moet je het doen met de tracks die er zijn. En aangezien de game al redelijk afgeslankt is in vergelijking met andere race games, is dat natuurlijk wel heel spijtig, want dan zit je dus wel degelijk vast aan de opties die er maar zijn in het spel. En dat is eigenlijk ver alles dat ik kan vertellen over MXGP Pro. Je hebt natuurlijk ook wel degelijk officiële manufacturers, de producenten van de motorfietsen, van de onderdelen. We rijden nu bijvoorbeeld met een Yamaha motorfiets, je hebt ook de Kawasaki motorfietsen enzovoort. Dus dat zit er allemaal gelukkig wel in. Officiële racers ook, teams. Je kan natuurlijk zelf ook dat aanmaken. Maar je hebt dus wel degelijk ook de optie om een volledig custom racer te maken. Dat is trouwens ook het allereerste dat je moet doen als je de game opstart. Maar ja, daarnaast dan, dat is het eigenlijk, deze MXGP Pro. Het is een kortere video zoals we al hebben gezegd, want er is gewoon eigenlijk bijna niks om over te vertellen. Het is een dirt racing game, zoals we er al zoveel hebben gehad, naast dus de Monster Energy Supercross. Maar ik ga eerlijk zeggen, als jullie moeten kiezen tussen de twee, pak dan toch maar die Monster Energy Supercross. Die game is nog niet zo oud, relatief gezien, want alles veroudert zeer snel in de digitale wereld natuurlijk. Het is razendsnel. Een game van vorig jaar die is nu al al fossiel. Dus in dit geval kan je nog wel degelijk Monster Energy Supercross proberen. Die is iets beter dan deze. Heeft gelukkig een track editor waar je ook van alles mee kan doen. En heeft misschien ook nog iets meer opties dan deze. Want deze MXGP Pro is echt alleen maar voor de diehard fans. Of voor de mensen die aandelen bezitten bij Milestone. Als die op de beurs staan. Geen idee wat die op de beurs staan. Dat moet je zelf maar eens even opzoeken. MXGP Pro uit sinds 29 juni. Ik zou hem, als je hem al speelt, dan zal het wanhoop zijn vooral voor te snakken naar de regen die je hier op het scherm ziet opnieuw, want het is nog altijd ongelooflijk warm. Zorg dus voor genoeg verkoeling, wou ik daar nog aan toevoegen. Een glas water als je deze speelt en misschien een refund optie, want dat zal misschien nodig zijn na deze game. En aan Milestone misschien nog even meegeven dat ze misschien iets minder snel al hun games moeten uitpompen. Want zoals jullie zien is het misschien wel eens af en toe handig om te herbronnen en het designroer een beetje om te gooien. Want dat is toch absoluut wat ze gaan moeten doen voor volgend jaar als ze een nieuwe game gaan uitbrengen. En met name dan zeker hun motorfiets racing games, want daar ligt toch wel een probleem dat ze zeker moeten aanpakken. Voor meer informatie omtrent andere games, zoals de games van Milestone, en geloof mij, als we tegen dit tempo ze blijven behandelen, gaan we er nog 25 van het jaar behandelen van Milestone, dus je gaat zeker nog aan je Milestone trekken komen. Hou dan zeker het kanaal en de sociale media goed in de gaten. Terwijl wij hier ons race afmaken, wensen wij jullie alvast veel verkoeling toe in deze toch wel zeer warme zomerdagen. En dan zien we jullie hopelijk in een volgende video van een hopelijk betere game terug.